om zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen komen op grootschalige incidenten. Met onze grote vrachtwagens hebben wij veel plaats nodig. Elke minuut dat je moet wachten op hulp lijkt wel een eeuwigheid te duren. En het moet je maar overkomen, ja, dat de hulp die onderweg is naar jou geblokkeerd geraakt. Daarom werd Reddingstrook in leven geroepen. Om zicht te krijgen wat er gebeurt in een file, sturen we onze ogen de lucht in en vlieg ik mee met de luchtsteundienst van de federale politie. We zien een file onder ons. Heb je indruk dat de reddingstrook gemaakt wordt? Nee, absoluut niet. Ja. De mensen hebben nog altijd die reflex niet om die reddingstrook te maken, ook al komt er eigenlijk geen hulpdienst voertuig aan te pas. Maar die reactie die hebben de mensen nog niet. Hè. Het duurt altijd, op het moment dat ze een sirene horen of zo, dan komt die reactie wel, dan gaan ze wel aan de kant. Maar eigenlijk zou dat al op voorhand moeten gebeuren, zodanig dat die plaats er al is voordat het voertuig doorkomt. Maar die discipline hebben wij nog niet. Nee. Vanuit de lucht gezien wordt de reddingstrook nog niet voldoende gevormd. Nochtans is het van cruciaal belang voor de reddingsdiensten om hun verplaatsingen veilig en vooral vlot te laten verlopen. Ik steek mijn licht eens op bij de federale wegpolitie. Jury, wanneer moet er een reddingstrook gevormd worden? Sophie, de reddingstrook is verplicht vanaf het moment dat er file ontstaat. Dat geldt op alle wegen. Het minstens twee rijstroken in elke rijrichting. Het geldt dus niet alleen op autosnelwegen, maar ook op gewestwegen bijvoorbeeld. De bestuurders die zich op de linkerrijstrook begeven, dienen zich uiterst links te begeven. De bestuurders op de rechterrijstrook uiterst rechts. Bestaat de rijbaan uit meerdere rijstroken, dan zullen de bestuurders van de middelste rijstroken ook naar rechts uitwijken. De verplichting tot het vormen van een reddingstrook duurt zolang de file bestaat. En je moet het ook automatisch doen. Wacht dus niet tot de hulpdiensten zich aanbieden, want dan is het al te laat en dan ga je hen hinderen. Zorg er dus voor dat je zelf geen obstakel vormt voor hulpdiensten. En heb je het al trouwens gemerkt dat sommigen een nieuwe look hebben? Er zijn dus verschillende prioritaire voertuigen. En ook de civiele bescherming steekt zijn voertuigen in een nieuw jasje met het Battenburg-patroon. Maar wat is dat? Het Battenburg-patroon is een strijping met grote vlakken, grote gekleurde vlakken met een hoge reflectiefactor, die dat er eigenlijk voor zorgt dat de veiligheid van de personeelsleden op terrein verhoogd wordt. Wij hebben in 2016-17 zelf testen gedaan tussen onze toenmalige strijping en het Battenburg-patroon om effectief zelf vast te stellen dat dit een meerwaarde is, een echte verhoging van de veiligheid van onze medewerkers, vooral 's nachts. Sommige andere diensten zijn momenteel in een testfase in opdracht van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken om ook over te stappen naar dit patroon. Oké, het nieuwe jasje is er, maar wat zijn nu eigenlijk de taken van de civiele bescherming? Civiele bescherming is een federale hulpdienst die interventies uitvoert van hoge specialiteit en lange duur. Hiervoor rijden wij op regelmatige basis prioritair door het verkeer om bijstand te gaan bieden aan de andere hulpdiensten. Dit kan bijvoorbeeld in kader van verkeersongevallen zijn dat wij ter plaatse komen voor het vrijmaken van de weg met gespecialiseerde borstelwagens, verrijkers of hoge druk warmwaterreinigers om specifieke vervuilingen weg te krijgen. Maar dit kan bijvoorbeeld ook zijn voor een waterbedeling op te starten in het kader van de hitte. Wordt dit regelmatig gedaan. En het is daarvoor dat ook voor ons die reddingstrook enorm belangrijk is. Maak ruimte wanneer je dient te vertragen en vorm de reddingstrook. Want het kan van levensbelang zijn voor de slachtoffers. Je kan Kijk Uit ook volgen op deze sociale media.